Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Ark. Hoe voet ik het aan je? Oh! It be crazy! My man! Sabagada! It's a knop. It's a keuze. It's a quiz. We crucify... Waarom? Waarom deed hij dat? Ah! Jezus! Oh my god. Oh my god, I have been whipped. Mijn flak helmet is stuk. Een level 280. Doe even normaal, vent. Oh. Oh nee, hè. Oh. Oh nee, hè. Er komt hier toch geen boss fight. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. Welkom terug bij Ark Ragnarok. Aflevering 40 zitten we nu al, geloof ik. Hey. Er zit iets aan te komen. Er zit natuurlijk een onvermijdelijke strijd met de Craftmaster eraan te komen. Nu hebben we al enige voorbereidingen genomen als in de Artepleura. Zouden we nog even meer van kunnen temmen, want we weten inmiddels hoe het moet. Waar wij ook al een hele tijd mee bezig zijn. Al een hele tijd is die verdomde Gauss Rifle. Nou, het kost bijzonder veel tijd om dit te maken. Maar we waren bezig met een onderdeel genaamd de Capacitor. Dat zeg ik goed. Daar moet ik 5 stuks van hebben. Dus ik... Uppa, 5 stuks. Craft, 5 stuks. Very nice, very nice. Dat is namelijk nodig voor deze coil. Daar hebben we 5 stuks van nodig. Dan kan ik ondertussen 40 electronics in de maak gooien. 40 stuks. There we go. Dan kunnen we uiteindelijk straks 1 coil maken. Want wat heb ik uiteindelijk nog meer nodig voor eentje... 20 power cable supers. Power cable super. Dat is C. Dat is super. Superconductor. Hebben we daar weer een superconductor? Ik kan ongelooflijk hard janken. Oh mijn god. Black pearls. Waar de hel haal ik nou weer black pearls vandaan? Tuurlijk, ik heb er wel een paar. Tuurlijk heb ik er wel een paar. 123 stuks. Is bij lange na niet genoeg. Black pearls, zoals jullie kunnen zien, bevinden zich hier in de Westeroceaan. Nu zie ik hier een aantal plekken. Ik weet dat volgens mij bij deze verre locatie zit er een artefact. Nou, die heb ik uiteindelijk niet nodig. Dus wat we kunnen doen is bijvoorbeeld deze 4 hier pakken, is relatief dicht bij de kust. Hier zit ook een hele zoot, dat is links onder het moeras. Want wij zitten natuurlijk hier op dit bergje. En hier zit er nog 1, dat is niet echt boeiend. Maar dan moet ik natuurlijk een zwemdino hebben. En die heb ik in mijn andere basis zitten. Dus dan moet ik er even eentje meenemen. Oké, zijn we. Welke van de heutemeteuties gaan we meenemen? We hebben natuurlijk een Basilosaurus. We hebben een Megalodon. Kan het nog best wel goed verzamelen, volgens hier. Maar ik wil het gewoon snel doen. Ik wil er gewoon snel doorheen gaan. Verzamelen, dan weer weggaan. Dus even kijken, Ast. Had jij movement speed? Was jij dat? Ja, jij hebt die movement speed. Dan moet ik even een zadeltje van Ast 3 afhalen. Gooi ik op Ast 1. Dan gooi ik jou op mijn schouder nadat ik een pick-up mod op je heb gezet. Zo. En dan gaan we weer terug. Kiddly-dokkely. Oké, ik heb dit beest op mijn schouder. Als ik gewoon niet op dubbel F druk, waardoor ik hem dus van mijn schouder af zou gooien, zou er niks aan de hand moeten zijn. Nu moet ik wel even een setje scuba gear natuurlijk mee hebben. Laten we even nog de heutemeteutie repareren. 1 setje zal denk ik wel even voldoende zijn. Dat heb ik vol. De rest van de spullen, ja, boeien dat we dragen. Alright, let's go. It sits... Wat is dit? 6820. Sowieso ten zuidwesten van mij. Zo. Beakje laat ik daar staan. Ja. Oké, dit gaat hem worden. Ga ik even goed onder water. Auw, ik word er iets aange... Dit meen je ook gewoon. Het eerste wat ik hier tref zijn piranha's. Scheer je alsjeblieft eens even weg, mignon. Hier. Gun op je mik. Kutvis. Met je rotkop. Hier. Piranha mijn reet. Oh, dat komt eigenlijk wel goed uit. Want ik kan wel fish meat gebruiken voor uiteindelijk mijn beestje. Ik heb de scuba gear aan. Dan ga ik daar naartoe. Zo.
En dan zwemmen we zo even weg. En dan kan ik nu het beestje zo weggooien. En lucky. Dan kunnen we nu eindelijk zwemmen. Hey, my man. Oké, laten we even kijken naar de specifieke grid. 54,5, 18,6. Oké, hier 54,5, 18,6. Dus hier zouden ze vermoedelijk moeten zitten. Ik heb de verkeerde gun vast. Deze moet ik even niet gewoon vast hebben. Maar wat houdt dit in? Ligt ze hier op de bodem? Is het deze rots? Nee, tuurlijk is het niet die rots. Ligt het hier op de bodem? Zijn dit ze? Is dit het? Dit zijn gewone pearls, toch? Ja. Ja, ik ben niet echt op zoek naar gewone parels. Dan zou ik dat gaan doen. Dan zou ik natuurlijk met mijn anglerfish zijn gekomen. Oh, trilobites. Ja, die bevatten wel black pearls. Yes, yes. Alleen als ik daarvoor was gekomen, dan had ik eigenlijk wel andere die of met een groter beest gekomen. Of was ik met een megalodon gekomen. Ja, en hier krijg ik gewone parels uit. Geen eens black pearls. Balen dit. Wacht, volgens mij zie ik het. Is dit het? Ja! Oh mijn god, dat is zo weinig. En dat is zo moeilijk te zien. Het zijn dus eigenlijk gewoon hetzelfde als parelspots. Dus deze glimmende witte is het gewoon echt een zwarte spot op de bodem. Maar het heeft dezelfde vorm. Maar dat is natuurlijk veel moeilijker te zien, joh. Hier moet toch eigenlijk wel een betere manier voor zijn. Zoals dit gaat, dit is een van de meest inefficiënte manieren. Oké, we hebben hier Dropby, Trilobite, Ammonites, Eurytepirids, Deathworms, Tussothesis en een Alphamosasaurus. Die Inktvis is nog iets te hoog gegeven. Deathworms heb ik op zich wel een oplossing voor. Deze Uri... Ja, deze krabben dingetjes. Ik heb Link deze wel eens zien doden. Dat zou bijvoorbeeld wel kunnen. Ammonites kom je wat sporadischer tegen. Maar we kunnen wel eens even kijken naar deze Eurypterids. Oké, die spawnen dus eigenlijk in de diepe zee. Overal eigenlijk. Oh, ik schrik me dood. En zo dolfijnen naast me. Maar ik ga sowieso wel even naar deze plek toe. Want blijkbaar, kijk hier. Bij die stipjes. Daar zitten ze dus. En dat komt overeen met deze Black Pearls. Dus ik ga even naar deze locatie toe om te kijken hoe gevaarlijk het hier nou eigenlijk is. Dat is 48.7.4.5. You have learned the hairstyle romantic. Waar komt dat in godsnaam ineens vandaan? Oh, mijn hemel. Kijk, daar heb je er zo een. Daar haal je er een. Zo'n kuttingvis. En dan heb je daar van die alen. Daar moet je ook voor oppassen. Ik zie een anglerfish. Oh kut, die inktvis komt op me af, joh. Hij zo de meter even... Hey, kijk. Dat... Ik weet niet wat het is. Ja, die inktvis zit achter me aan. Dus ik moet even kijken, wat is dit? Dat is een schip wat gezonken is. Hier is een schip wat gezonken is. Ik heb één inktvis achter me aan. 1, 2, 3, 4 in totaal hier. Daar heb je weer zo'n gekke vis. Die arm had getemd. Oké, het stikt hier... Van de inktvissen. Deze inktvissen droppen ook black pearls. Maar gezien het feit dat ik een dolfijn heb. Ja. Is dat gewoon niet echt de juiste tegenstand hier tegen. Dus wat ik kan doen. Wat ik denk ga doen. Dus ik lok ze gewoon mijn kant op. Zwem ik om ze heen. Ga ik snel de black pearls pakken. En dan ga ik weg. Want blijkbaar... Dat waar we net doorheen zwommen, was dus het enige deel met gebroken schepen. En ik vermoed dus dat ze in die gebroken schepen liggen. Wat zit er nou weer achter me aan? Wat is dat nou weer? Een Leopleurodon. Is dat een zeehond? Is die agressief? Die ziet er agressief uit, gezien zijn tanden. Ja. Hij is niet zo hoog level daarentegen, dus we kunnen gewoon, wat dat betreft, hoe is het, my man, my brother. Oh, wat? Hij doet een wervelwindje? Oh, dat is geinig. Oh, er zit zo'n elektrovis achter me aan. Maar waar is die ene heen? Ik schoot een pijl op hem, hij deed een wervelwindje en nu is hij footsie. Oké. Ik moet ook wel überhaupt even kijken in die schepen of het daar überhaupt wel in ligt. Punt is, die inktvissen die zijn hier flink aanwezig.
Deze grote jongens ook. Zit het hierin? Ik kan het moeilijk zien. Ik kan het heel moeilijk zien. En het is hier echt druk hoor. Al zijn het geen enkele vis, dan zijn het wel inktvissen of wat dan ook. Even kijken, welk level ben jij? 95. 55. 55. Oppassen dat ik niet word gegrepen door een van die vissen. Dat is 90. Ja, wij hebben een, Harm en ik hebben een Basilosaurus. Van wat, level 67? Dat is geen strijd hier tegen. Dat is absoluut geen strijd tegen zulke soort inktvissen. Ik denk dan oprecht dat we op een andere manier aan onze Black Pearls moeten komen. Want dit is daadwerkelijk een van de meest inefficiënte methodes die ik hier zie. Ik zie ze ook gewoon geen eens liggen. Oh, ik zie ze wel liggen. Pak, 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 pak. Pak, 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 pak. Nu waag ik het er ook op, hè. Nu waag ik het erop. Ik kan een paar klapjes hebben. En nu moet ik wegwezen. Dat is een inktvis dichtbij, hè. Dat is een hele grote inktvis dichtbij. Maar kijk hier, ammonites op de bodem, op de bodem. Ja, 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 ja. Wij hebben, door even te speuren in zo'n bootje, hebben wij 212 black pearls. Dat zijn eigenlijk meer black pearls dan dat ik, in totaal heb. Dus in dat opzicht, ja, weet je, best efficiënt. Gezien het feit dat ik constant moet ontwijken van die grote inktvissen en dat de overlevingskans, ga ik het toch nog één keer proberen. And then I get some fuck out of here, man. Had ik deze al gecheckt? Ja, deze heb ik net zeker gehad. Godver. Ik dacht dat ik een andere had gehad. Ja, ik vind het doodeng om hier naar binnen toe te gaan. Voor het geval dat ik er net zo'n inktvis over het hoofd ziet. Want tentakeltjes, hè. Kan hij hiermee grijpen, hè. Moet je niet willen. Nee, ja, nu heb ik de hele squad van hem achter me aan. Ik ga hier wel weg. Dus één manier op de huidige methode die ik nu heb. Of de huidige dino's die ik nu heb. Waarop het misschien zou kunnen werken. En dat is een hele grote misschien. Dat is letterlijk al mijn vissen meenemen. Allemaal op zo'n octopus afsturen. En dan gewoon zitten van, doen jullie werk maar. Sla maar helemaal kapot. En dan natuurlijk zal hij er eentje grijpen en eentje helemaal kapot knijpen of wat dan ook. Maar dat is dan de offer die moet worden gepleegd. Oké, dit avontuur is gefaald. Goede poging zit er helaas niet in. We moeten het eventjes op een andere manier proberen. Deze vis kan ik eigenlijk net zo goed weer terugbrengen, want als ik... hoe zeg ik dat? Die Earth Pleura dingen uit Ripteris. Die krabbies. Als ik die wil killen, heb ik die waarschijnlijk niet zo'n vis nodig als wat ik nu heb. Goeie poging, makker. Ik leg je weer even hier zo bij de rest neer. Zo, hartstikke mooi. Moet ik nu even wat informatie gaan opdoen over de Urips. Over de krabbies. Oké, hier staat. Ze hebben laag HP. Zo breng je een groot zeemonster. Dat zal hun dood dan garanderen. Nou, ik weet van die beesten. Die zijn natuurlijk stervensgoed in het torpor gebeuren. Dus dat zouden we kunnen gebruiken. Hier staat daarentegen wel de Itchy. Dus die dolfijn. Can be used to farm the Eurypterids because it is immune to torpor and has no knockback, which is effectively increases damage against the abdebedeb and they will never try to flee and stay in range. Dat is in dat opzicht best handig. Ik heb toevallig Ast 3 en 2 die in dat opzicht daarin wel capabel zijn. Daarentegen denk ik ook de Dunkleostis. Dat die ook eigenlijk best wel goed is. Oké, ik ga toch maar eventjes met de itchies proberen. Want ik heb natuurlijk twee van mijn itchies heb ik een beetje in de combat doen levelen. Deze kan ik dan wel even HP geven. Ik weet niet wat ik jou heb gegeven, joh. Dit is echt alweer zo lang geleden. Weet je wat? Dan ga ik wel op jouw nekkie zitten. Zo. Fluit ik jou achter me aan. Ga ik hierop zitten. Gaan we zo met z'n tweeën op avontuur. Dan moet ik jullie nog wel eventjes op de juiste dingen zetten. Dus behavior, stance, attack my target. En op jouw nek zit ik, dus dat is prima. Oké, daar gaan we. Alle mijn Jezus, wat is dat voor een alpha? Alpha Mosasaur. Ik weet,
Oh my god, zwem door. Ik weet dat die heel veel Black Pearls dropt. Is een alpha. En ik heb niet mijn beste vechtdino's mee. Laten we dat maar niet doen. Kijk eens aan. I have found them. Ik heb daarentegen wel deze makker achter me aan. Een mosasaur. Wieberen. Waarom vallen ze elkaar niet aan? Het zeeleven zal ik nooit begrijpen. Oh, hier. Hoppa. Kijk, dat is één, hè. En noem het tik. Gewoon door blijven tikken. Dit moet damage blijven doen. Immune to torpor. Damage. Anglerfish. Nu is niet het tijd. Of de tijd. Om tegen me in te gaan. Hoppakee. We zoeven er langs. Doen we elke keer een reeks aan damage. Er zijn nu meerdere vissen gejoined. Niet geheel de bedoeling. Passive. Achter me aankomen. Moet even eventjes afstand nemen. Goed zo. Oké. Whistle attack my target. We gaan voor een tweede vlaag erin. Ik zit zonder stamina. Ja. Awkward. Oké, nu dan. Voor de tweede reeks. Ik heb ze niet geraakt. Passive. Achterbaan. Die, ja. Het is bloedirritant. Het is zo'n inefficiënte kakmanier. Omdat die stinkvissen, die stinkhaaien er gewoon constant bij zitten. Ik had net zo goed gewoon wel van een grote kunnen gaan. Dit is echt tergend. Ik irriteer me dood aan. Ja, ik kan hier niks mee. Ik kan ze niet verzamelen. Het is gewoon te druk. Oké, dat is één megalodon neer. Ik doe het echt nu serieus gewoon handmatig, omdat ik het zo zat ben. Hier, val die kut krabben aan. Ik wil dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Ondertussen zal ik wel even met die haai dealen. Oh, tuurlijk, de hele haaien... Dit is een haaienbijeenkomst, jongens. Alle haaien zijn weer eens bijeengekomen. Stelletje. God, vergeten. Fucking hè? Daar word ik nou zo moe van. Hier, deze had bijna geen HP meer. Hier, eet op, mijn jongen. Eet op. Snel. Nu het nog even kan, want ik zou je niet kwijt willen raken. Tuurlijk is mijn... scuba gear ook weer bijna stuk. Het is ook echt geweldig. Oké, jongen. Attack my target. Hier zitten ze, als het goed is, nog wel wat er zit. Megalodon teeth. Ja. Dat zou echt een worst wezen. Maar er zit er hier wel een. Die gaan we pakken. Jongen. Ik weet ook gewoon niet de meest efficiënte manier om dit te doen. Omdat deze pokkenbeesten zo snel zijn. Anders gewoon stilstaan. Ik kan moeilijk achteruit. Maar waarom doe je nou niks? Attack my target. Al val ik iets aan, dan hoor jij dat ook aan te vallen. Ja, dat doet hij dus niet. Maar dit achterlijke... Oh, dit is zo achterlijk. Oh mijn god. Oh, dit zijn echt de meest achterlijke beesten om mee aan te vallen. Werkelijk waar. Wat is dit onzinnig. Werkelijk waar slecht. Hier, bam, dat is één. Bam, dat is twee. Waarom kwam ik hier niet gewoon eerder mee? Waarom deed ik het niet al eerder? 10 Black Pearls. Ach, ga lekker in de weg zwemmen, kut. God, hij is nog bijna dood ook, joh. Ik ga wel terug. Ik ga een andere manier verzinnen. Oké, we zijn weer terug. Dit was niet de manier. Nu begin ik eigenlijk een beetje te twijfelen. Wat is dan daadwerkelijk wel de manier? Ouwe, ik zou het geen eens weten. Is het dan wel een idee met die Dunkleo? Is het dan wel een idee met Jaws? Of misschien toch met de Basilo? What the fuck doe jij hier? Is een Baryonyx daar goed tegen misschien? Nou, hoe dan ook. Ik moet sowieso eventjes terug. Omdat mijn scuba gear naar de knoppen is. Dus ik denk er nog even over na. Zo, laat me eerst maar even dit pokkending repareren. Dat gaat zo snel met die. Daar zou ik echt super graag iets van een Mastercraft of wat dan ook van hebben. Van de scuba tank. Maar het zijn nou eenmaal zo. Even de spullen in de kist. Very nice.
Oké, voor de super 50 superconductor heb ik nodig. 50 superconductor. Kan ik daar überhaupt 10 van maken? Dat kan ik. Zou ik er 50 van kunnen maken? Dat niet. Ik kan er in totaal 35 maken. En dit heeft te maken met mijn flink tekort aan waarschijnlijk Angler Gel en Black Pearls. Want mijn Angler Gel, nou, staat op 713. Mijn Black Pearls staan hier op 2. Ja, ze zijn dus echt heel erg nodig. Ik ga het denk ik op mijn manier doen. Ik neem een hele sterke vechtdino mee. Heb ik er vast wel een leuke van. En dan ga ik de ijsgrot in. Neem ik mijn Ascendant Fur Cap voor mee. Chestpiece mag ook wel anders. Oké, mutsie doen we op. Broek houden we zo, want dit is gewoon een hele goede broek. Handschoenen en boots doen we zo. Ja, goeie. Welke vechtdino's zullen wij meenemen? Spino's en groot en log. Kietelkipjes? Wellicht. Zo blijkt dat rexen gewoon in het algemeen heel erg goed zijn tegen deathworms. Die heb ik helaas niet. Ik heb wel megatheriums. Ik heb kietelkipjes. Ik heb yutis. Maar geen T-rex. Stel voor dat we gewoon een hoger level yuti pakken. Even kijken. Jij bent wel... Ja, jij bent wel een prijswinnaartje, hè? Laten we even niet de hoogste pakken. 209. 236. Pak je jou. Gewoon yuti. Level 240. Moet ik even nog een zadeltje voor maken. Tenzij ik er nog eentje heb. Daar heb ik geen zadelvol voor in mijn inventaris. Vind ik jammer. Want ik heb daar echt een flinke verzameling voor. Maar blijkbaar niet voor de yuti. En misschien dat ik daar binnen nog een andere kan vinden. Want daar binnen zijn natuurlijk heel veel rode drops. Dus wellicht kunnen we er daar nog eentje vinden. Zo, yuti, zadeltje, mooi mooi. Op het schoudertje, Beaky, ben je er klaar voor? Maakt niet uit, we gaan die kant op. Allemaal mijn jezus, hier ben ik al een tijd niet meer geweest. Zo, jou parkeer ik daar even. Neem ik Beaky ook nog heel even veilig naar binnen toe. Voor het geval dat hij wordt aangevallen of wat dan ook. Hier sta je wel veilig. Hartstikke mooi. Gaan we. In deze grot bevinden zich natuurlijk ook nog verschillende drops. Ik zie daar een gele gloed vandaan komen. Dat vertegenwoordigt een gele drop. We gaan eens even kijken wat voor levels we hier hebben. Een 290, 290. Nou, Yuti, het is even tijd om je te bewijzen. Dat is wel genieten hoor. Dat is wel heel erg genieten. Gaat uw gang maar. Oh, ik heb er eentje bang gemaakt, denk ik. 296. Dat is wel een hele lekkere hit. Maar ik merk nu, meneer de Yuti, je valt relatief langzaam aan. Dat is goed om te weten. Dat attack speed wel zo'n gevolg heeft. Voor een of andere reden doe ik nu minder damage dan net. Het heeft waarschijnlijk met die schreeuw van net te maken. Want al zijn de beren bang... Dat hun armor dan omlaag gaat. Dus die, dat is dus belangrijk om constant omhoog te houden. Want dit is een level 2. Kijk, hier doen we hem weer. 296. Net deed ik 197 aan het eind. En volgens mij was toen in de debuff voorbij. Dus het kan inderdaad zijn dat dat ligt aan... ja, kijk, zie je? De debuff is voorbij. Moet ik weer even schreeuwen. Is de debuffer. Incasseer ik wel even veel klappen. Maar doe ik daarentegen wel weer meer damage. Hopelijk zal het tegen een deathworm wat soepeler gaan. Natuurlijk zijn de beren wat sterker. Heel sterk. Ze zijn snel. Werkt in mijn nadeel. Maar in de kist zit trike saddle en flip. Ik heb wel een trike. Dus in dat opzicht komt het goed uit. Maar we glibben er toch even hier even snel doorheen. Die beer is level 50. Dus die pakken we even mee voor gratis vlees. Even een angstschreeuwtje. Ben ik nou daadwerkelijk level 100 geworden hier? In deze grot? Wat een genot, joh. Wat een genot. Hartstikke idee. Rats. 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 Vlees, vlees, vlees. Komt goed uit, want dan kunnen we jou gewoon even lekker vlees voeren. Oh, ik hoor nog rechts een beer. Nou, weet je wat? Aan jou ga ik mijn handen niet vuil maken. Meneer de level 50. De boss is available. Dat is natuurlijk de Queen Iceworm. Of de Deathworm Queen, hoe je het wil noemen. Maar wij gaan onze laatste punt besteden in... HP. Vind ik wel een leuke. Oké, als het goed is zouden hier eigenlijk verderop al Deathworms aan te voet komen.
Dus we moeten eventjes snel nog even wat vlees in je mik douwen. Zo. Laten we zeggen 10k HP en dan vind ik het eigenlijk wel best. There we go. En even kijken of we het een beetje lang uit kunnen houden hier. Ik doe een schreeuwtje. Oh jezus, 150. Dat is wel erg veel. En deze schreeuw heeft blijkbaar nul effect. Wat is de Yuti dan bout? Tenminste, als frontlinie dino zal het in ieder geval niet dienen. Dan had ik misschien toch wel beter met een Spino hier kunnen komen. In ieder geval één Ice Worm is neer. En ik zag even niet zo gauw wat betreft Black Pearls. Oké, tweede neer. Waar zijn de Black Pearls, mijn jongens? Zijn die gewoon letterlijk hier niet? Die zijn gewoon niet aanwezig vandaag. Die zit je van, ah, weet je wat? Hebben we vandaag eigenlijk helemaal geen zin in. Sodemiet er maar op. What the fuck, man? Het is, staat hier bij. Hier, random. Random. Oh. Dus ik heb deze hele tijd hier voor niks. Godver. Nou, dan wil ik tenminste nog wel een rode drop hebben als ik hier nog ben. Oh, ze spawnen eigenlijk best wel snel. Ik hoorde er rechts van me ook weer eentje spawnen. Oeh, ik heb wel 12 Black Pearls eruit gekregen. Hoezee, wat een feest. Eén zo'n kutkrab op de bodem van de oceaan, die was nog effectiever. Hoeveel dropt die inktvis aan Black Pearls? Guaranteed special loot. Tussothesis tentacle. Oil. Absorbent substrate. En Black Pearls. Hoe dood je zo'n beest, joh? Wat is nou echt ideaal tegen zo eentje? Ah, hier. Dit was inderdaad een plan die ik al in mijn hoofd had. De Tuso is vulnerable to packs of dino's due to its AOE. Nou, inderdaad. Handig. Ik ga hier dan... ik doe wel één rode drop. Ik geloof dat er hier eentje verderop zat. Dan kom ik als het goed is en nog één worm tegen. Nou, tada. Hier hebben we er één. Nou, maak er maar twee van, want ik zag nog een kriebeltje in de grond. En 6 Black Pearls erbij. Rode drop. Rode drop. Wees alsjeblieft positief voor mij. Flikker op. Dat is hide. Daar heb ik nou geen ene bout aan. Oh, kom op. Zijn jullie echt serieus zo snel gerespawnd? Ik bedoel, ik kan jullie nog wel hebben, denk ik. Oh, wauw. Hij deed 240. Dat is wel bijzonder veel damage. Nee joh, flikker op, kutwurm. Ik heb nou echt geen zin in jou. Hier. Ga op mijn schouder. Dank u. En een sodemieter erbij op. Doei. Hello, Beaky. Mijn vriend. Is deze inmiddels weer dichtgevroren? Nee, zeker niet. Dan zou ik zeggen, dan is het mooi tijd om naar huis te peren. Dan gaan we dat ene water-ideetje nog een keer uitproberen. Yuti, hartstikke bedankt voor het meedoen bij dit avontuurtje. Ik zet je weer terug op je plek. Dan mag je weer even je HP restoren. Hitch, Dino, Enable Wandering. Je hebt even flink wat vechtervaring opgedaan. Dat zal je vast ook heel erg goed doen. Voor de rest, dankjewel voor je bijdrage. Wij moeten weer eventjes scuba gear meenemen. Nu neem ik wel even 2 setjes mee, want nou, dat lijkt me gewoon beter. Misschien moet ik ook even wat meer Megalodon zadels maken. Ik heb er al 1 Mastcraft, top. Dan hoef ik er niet meer te maken. En dit is allemaal Megaloceros. Topper. Ik weet even niet meer hoeveel Megalosaurus zadels... Of Megalosaurus ik heb. Megalodons. Ik zit nu echt de dingen door elkaar heen te halen. Ik maak er wel 3. Gewoon voor de zekerheid maak ik er 3. Dat kost echt best wel wat. Flink wat huid. Had ik wel zoveel huid überhaupt nog? Ik heb genoeg huid. Maak je daar maar niet dik om. En dan zal je zien dat ik er pas echt 2 heb of zo, hè. Dan heb ik uiteindelijk gewoon een zadel te veel gemaakt. Maakt niet uit. Even kijken. Hoeveel hebben we? Ik tel... Kraken? Jaws? Kraken en Jaws. Dat was hem. Even kijken. Wat voor zadel had je eigenlijk al? Jij had er al 1. Top! Dus ik heb er eigenlijk 2 te veel gemaakt. Is dat wat je wil zeggen? Nou, misschien eigenlijk wel. Nou, oké. Top. Goed om te weten. We kunnen die Donkelio Ustis kunnen we ook nog meenemen. Dat gaan we dan wel even doen. Voor nu sla ik gewoon even mijn spullen op in de Baryonyx. De reden waarom ik eigenlijk alsnog een zadel voor hun meegaf... is omdat... dan hebben ze extra armor. Zo'n zadeltje brengt natuurlijk armor met zich mee. Dat is natuurlijk altijd fijn om te hebben. Dus, mijn jongen.
Ik zet jou op follow. Ik zet jou op follow. Jou niet. En dan gaan we niet met de Basilo. Wat is dit nou weer? Oil. Huh. Dan gaan we met Jaws. Deze kant op, mijn jongens. De vechtdino's zijn paraat. Kak. Ik heb even niet nagedacht. Topper, ze spawnen eigenlijk alleen aan de westkant. Dus... ja, oké. Kakwerk. Of ik moet helemaal omzwemmen met die jongens. Of ik vlieg even heen en weer en ik plaats ze daar in het water. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik ben er. Eindelijk. Ik heb ze eigenlijk op dezelfde plek geparkeerd hier als... als net. In de hoop dat het efficiënt zou zijn. Even kijken, waar waren mijn jongens? Ik zie hier kraken waar... waar de hel is mijn andere haai heen? Oh my god, die heb ik op neutral gezet. Die is toch niet op een avontuurtje gegaan, hè? Als dat echt waar is, dan kan ik oprecht wel janken. Oké, we gaan die andere even vinden. Oh, zal dat hem zijn? Is dat hem? Ja, dat is hem. Oh god. Maar daar gaat er eentje om aanvallen, maar hij staat op neutral. Kijk, dan wordt hij wild, hè? Dan wordt hij wild. Dan wordt hij gelijk wild. Fluit jullie allemaal even op neutral. Kijk, dan gaat die andere er ook naartoe. Die wordt ook wild. En dan kom ik ook nog even met deze aan. Bam, 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 bam. Topper. Even kijken, hoeveel vlees draag jij met je mee? Jij draagt niks. We moeten dat nu natuurlijk wel even een beetje eerlijk verdelen. Ik denk dat die andere rakker al wel wat vlees heeft. Klein beetje. We zullen ongetwijfeld zo direct meer verzamelen. Maar laten we nu ten strijde gaan, mijn jongens. Ten strijde. Dit ziet er ook gewoon echt uit. De Dunkleo met de twee bodyguards. Prachtig. Jammer dat dit beest pokkenlangzaam is en de stamina echt van een druif heeft. We komen hier bij het diepe gedeelte aan. Het gedeelte waar de inktvissen zich vertoeven. We moeten nu voorzichtig aan. Moeten we even één prooi uitkiezen. Eentje die gewoon rustig op zichzelf is. Kunnen we kijken, even een test draaien. Oké, maar dit kwam er even tussendoor. Oh, jongens. Het is gelijk druk, hè. Het is gelijk weer druk. Alle anglerfish zijn bijeengekomen. Om te strijden voor anglersmurf. Omdat die blauw is. Oké, we moeten even snel deze anglerfish killen. Kijk, dat is goed, hè. Dat is goed. Nu moeten mijn jongens even bijeenkomen. We zijn een beetje verspreid. Ik zie daar namelijk een target en die komt onze kant op. Dus we moeten even snel naar... even regroupen. Hij heeft hem bijna gekild. Ja, we worden ingehaald, jongens. We worden ingehaald. Ik denk dat ik moet draaien. En moet targeten. Ja, kijk. Als een inktvis draait, dan is hij een aanval, hè. Als de tentakels naar voren gaan, dan gaat hij een aanval. Val maar aan. Oké, ik moet heel even stamina regainen. Dit is echt een klote timing. Kijk. Dat was hem. Hij heeft mij gegrepen. Ik kan hem niet van me afstoten. Maar mijn haaitjes doen ze best, hè. Ik kan ondertussen HP spammen. Kijk. Als het goed is, komt zomaar HP erbij. Zou ik dus voor een geruime tijd moeten kunnen overleven. Alleen, ik weet niet hoe ik mezelf los krijg. Volgens mij duurt dat echt gewoon totdat hij helemaal neer is. Ik ben los. Kijk, nu kunnen we DPS'en. Dit is goed. Met z'n allen. Het kan zijn dat hij zo direct iemand anders pakt. Maakt niet uit. Dan hebben wij even de DPS-positie. Deze... ja, kijk, hij heeft nu een andere te pakken genomen. Het zou, als het goed is, geen probleem moeten zijn. Want dat is de 177. Die kan wel een paar klappen hebben. Kijk, dat is prima. Ik had misschien toch wat meer megalodons mee moeten nemen. Ik denk dat een stuk of 4 of 5 dat echt een prachtgetal is. Maar hij moet mij even te grazen nemen. Hij neemt mij niet te grazen. Hij pakt elke keer een andere target van me. Maar we happen. We happen flink. Hij heeft weer de 177 te pakken. Dit is goed. Maar we doen het wel. Het gaat goed. Hij gaat met HP gaat hij omlaag. We zien de bloedvlekjes. Blind. We zijn blind. Blinded by the ink. Ik zie niks. Jongens, wat gebeurt er? Dat is een defensieve manoeuvre van de inktvis natuurlijk. Waar is hij heen met gore tengels? Hij is daar. Val hem aan, jongens. Goed. Hij is gewoon in de muur gegaan. Hij heeft nog een wolk gedropt. Geen enkel probleem. We hebben hem bijna. Blijf happen, hè. Blijf happen. Ga op de getalletjes. Oh, joh. Ik ben weer blind.
weet ook niet waar ik nu naartoe hap. Ik ben echt daadwerkelijk blind. Waar is hij heen? Hij is weggegaan. Mijn haaien zitten erachteraan. Goed hoor. Goed hoor. Is hij neer? Is hij neer? Ik zag namelijk niet in mijn... Nou, de wolk is er nog. Ze zijn gestopt met aanvallen. Zou het dan kunnen zijn dat mijn haaien het hebben gedaan? Laat eens even kijken. Black Pearls, 38 met flink wat tentakels en flink wat levels. Let's go, my boys. Let's go. En hij heeft even al het vlees te pakken genomen. 3700, joh. Doe eens even normaal. Ja, dit ging wel goed, hoor. Dit ging echt beter dan verwacht. Beter. Alleen ja, 38. Het duurde wat dat betreft nog best wel lang. Voordat we er uiteindelijk eentje neer kregen. We hebben daarentegen wel echt enorm veel keratin eruit gekregen. Een beetje pijltjes. Een beetje prime meat voor vissies, prima. Alleen kijk, dit is een probleem. Hè. Nu ben ik dus handmatig het HP en het regenen van die beesten. Door elke keer weer wat vlees erin te gooien. Dat duurt eigenlijk te lang. Dat duurt eigenlijk te lang. Nou, dit kan ik op zich ook wel handmatig doen als ik de tentakels heb gedaan. Maar de jongens zijn in ieder geval volledig HP weer. Dat is prima. We gaan weer even op zoek naar een losse inktvis. Want ja, we willen natuurlijk meer. 38 is niet voldoende. Wij willen meer. Ik zie die hierheen zwemmen. Het punt is, moet ik ze killen rondom zo'n bootje heen. Want als ik ze rondom de bootje kill, kan ik dat bootje in. Want daar spawnen ze. Ik zie er daarheen. Die komt op ons af als het goed is. Sta klaar? Je zit in de weg, jongen. Hier. Val hem aan. Val aan. Prima. Prima. Met de meerderheid, hè. En die klappen. Hij heeft mij. Hij heeft mij. Ik kan die klappen, kan ik weer staan. Hup. Zo. Prima. Stamina voldoen. HP erbij krikken. Geen enkel probleem. Dit is minimale damage. Ik ben de tank in dit geval. Misschien kan ik ook damage doen, al zit ik in de klauwen ervan. Maar ik vind het toch even wat fijner om mijn HP erbij te krikken. Dat geeft me even wat meer zekerheid over de zaak. Maar de hitbox van die inktvissen, kijk, daar heb je hem, hè. Die inktvis, of die hitbox van die inktvissen is heerlijk groot. Ik weet niet, ik volg de naampjes. Ik kan het niet echt zien. Ik zie ze daar naartoe schieten. Oké, dan gaan we daar naartoe. Ja, hier nog een wolk. Ik weet niet echt waar die naartoe gaat. Hij wil de muur in. Hij gaat omhoog. Of toch niet? Ja. Ik ben dan misschien wel blind. Maar ik zag dat hij wel gekild werd. Hartstikke goed. Hier flink wat vlees. Mijn stamina begint ook op te raken. Stamina gaat dus op door de wolk. Oké, dat is goed om te weten. Oké, nu, als het goed is, is een van die bootjes is vrij om naartoe te gaan. Dan ga ik daar eventjes rustig naartoe zwemmen. Dan gaan we daar even de Black Pearls pakken. Want ik geloof niet dat een van jullie jongens de Black Pearls heeft. Nou, hier 38. Met wat olie, klauwtjes, et cetera. Dankjewel. Kijk, op zo'n manier is het nog best te doen. Ik ben blij dat ik uiteindelijk hier met deze tactiek ben gekomen. Want anders was het echt huilen met de pet op. Oké, jullie zet ik even daar neer. Wissel ik op neutral. En dan ga ik even hier rondzwemmen. Even kijken of er wat ligt, hè. Oh shit, jullie volgen mij natuurlijk. Doe eens even stilstaan. Waar is die ander? Heel even stilstaan. Kijk, dan grissen we er hier wat. Ik hoor het hout zelfs kraken. Dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Ik zie niet denderend veel Black Pearls. Ik heb maar echt één of twee klikjes eruit kunnen pakken. Hier toevallig nog één. Hier nog één. Ja, dit is... is niet heel erg goed, jongens. Even kijken, hoeveel hebben we nu? 264. Dat is op zich relatief gezien een beste zoot. Jullie mogen weer op follow. Alhoewel, weet je hoe we dat gaan doen? Ik ga erop zitten en dan druk ik op follow. Want dan volg je de Dunkleo. In plaats van daadwerkelijk mij volgen. Is misschien toch een stukje beter. Kijk, ik ga naar de volgende boot toe. Ik zie niet echt... boven ons zit een inktvis. Die zou op zich wel vervelend kunnen worden. Ik weet niet of hij naar me toe komt. Zo niet. Oh, kat. Het zijn er twee. Oké, eentje kan ik wel hebben. Twee denk ik niet. Dan zou ik er eentje echt ervan af moeten lokken. En dan één voor één eruit pakken. Dan zou het kunnen. Weet je wat? Volg mij maar. Jullie pathing wat dat betreft is echt om te janken. Volg mij maar specifiek. Want dan ga je tenminste achter de vis dino. Oh, daar hebben we er één. Val hem aan, jongens. Ik ben even... ik zat niet op te letten. Oh god, dit zijn er twee. Ik weet niet of ik er twee kan hebben.
2 wordt heel erg lastig. 2 wordt heel erg lastig. We moeten het toch proberen, jongens. Het is niet alsof we een keuze hebben. Beide vissen zijn nu te grazen genomen. Ik ben de enige DPS op het moment. Ik zit er tussenin, dan raak ik ze beide. Als het goed is, komt Kraken zo direct vrij. Kijk, daar is hij. En dan gaan we, hè. En als het goed is, komt ook zo direct mijn andere vis vrij. Van wat ik net heb gecheckt, is dat de inktvissen hier level 90, level 95 zijn. Ik ben gegrepen. Nu ben ik gegrepen. Ik doe wel damage nu. Ik ga even op damage modus in plaats van heal modus. Lijkt me even wat belangrijker in deze twee situatie. Dit is een verschrikking. Als een van mijn andere haaien nu doodgaat, is het eigenlijk zo'n beetje zo goed als klaar. Ik ben vrij, ik ben vrij. Ik kan nu beide weer damagen. Dat is kloten, omdat natuurlijk eigenlijk is mijn DPS een beetje gehalveerd. Omdat er elke keer eentje te grazen wordt genomen. Oh nee, dat is niet goed. Ik zie Jaws, de level 180, die heeft bloedvlekken. Dat is niet goed. En ik creëer maar geen bloedvlek op deze inktvis. Kraken is in de te grazen genomen. Dit is niet goed, jongens. Ik zou dolgraag de HP van zo'n inktvis even willen bekijken. Oh nee. Kraken was killed. Kraken was killed. Ik denk dat we moeten afhaken. Afhaken, wegwezen. Shit, ik ben te grazen genomen. Neutral, neutral, nu het nog even kan. Even klappen incasseren, even vlees eten. Voor een of andere reden heeft één inktvis eventjes afgehaakt. Komt nu weer terug. Als die Jaws te pakken... Ja, die neemt hij te grazen. Die neemt hij te grazen. Oh nee, ik ben weer te pakken genomen. Nee, 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 nee. Oh god, oh god, oh god. Als ik nu in een chain terechtkom, dat ik constant... Oh nee, Jaws is nu neer. Oké, okay, ik doe het zo. Doei je. Dunkleo, leuk je gekend te hebben. Ik heb eigenlijk... Ik weet niet of ik überhaupt hier wel weg kan komen. Ik weet niet of ik hier weg kan komen op deze manier. Die Dunkleo moet nog even gewoon klappen incasseren. Totdat ik weg kan komen. Oh god, 3 vissen. Gewoon helemaal naar de knoppen. Omdat gewoon 2 stinkinkvissen. Gewoon... Maar eigenlijk compleet de graas hebben genomen. Ze hebben niet de aggro, dat is goed. Voor de rest zie ik ook geen andere aggro. Hier baal ik van, jongens. Hier baal ik van. Oh, ik ben eindelijk weer bij het land. Godzijdank, mijn stamina begon erg laag te worden. Dus ik begon toch wel even een beetje mijn twijfels te trekken over dit allemaal. En zelfs mijn fucking scuba gear was ook nog bijna stuk. Waar de hel ben ik? Nou ja. Nou, ik zat te hopen dat ik beter terug zou komen dan verwacht. Mijn outfit ligt eigenlijk ook nog bij de waterbasis. Dus hey, topper van de week. Wat betreft parels, 264. Oké, okay, was dat de offer waard van de 3 waterdino's? Nee, 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 niet echt, nee. Nou, dat was niet echt geslaagd. Dus ik moet eventjes... een andere manier verzinnen om dat uiteindelijk te kunnen doen. Maar 264 Black Pearls in de pocket. Wat andere nonsens erbij. Ja, Tuso, Theticus, Tentacle. Die had ik waarschijnlijk nog nodig voor uiteindelijk het oproepen van de boss. Dus in dat opzicht, hey, top, dankjewel. Maar wat betreft de progressie uiteindelijk hiervoor... Oh, hè? Hoe kan dat nou? Wow, ik had er hoeveel gemaakt? 35 was het of zoiets? Was het niet 35? Hoe kom ik dan uiteindelijk op 140? Nou, desondanks. Jemig, wat had ik ook weer nodig? Voor die coil had ik 20 power cable supers nodig. En ik heb... ik kan er nu 2 maken. Genieten dit. Dit is... Dit doet mij pijn. Moet je kijken ook naar die craftbar. Hoe lang duurt dit om te maken? Heeft niemand mij dat verteld? Allemaal, jezus man. Nou, betreffende progressie van de Gauss Rifle, dat duurt hoogstwaarschijnlijk nog wel even. We moeten daarentegen ook even een manier verzinnen om dus die inktvissen te kunnen killen. We kunnen daarvoor bijvoorbeeld onze Basilo gebruiken. Wie weet, wie weet. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je toevallig nog 2 andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij en dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei doei!